vooroordeel wat we vaak horen is dat de zeeën leeg gevist worden. Daar zijn wij het niet mee eens, want wij zien toch overal vis, veel vis. Nou, de visstand dit jaar die is gemeten. Die is hetzelfde als in 1988, als de schoolstand, geloof ik. Dan moet je me er niet aan ophangen, want ik weet het niet helemaal precies. Maar dat is twee keer voorgekomen in 50 jaar dat de schoolstand zo goed is. Of zo. Dat is eigenlijk wel jammer wat er eigenlijk gebeurt. Zeker door de milieuactivisten en milieugroepen worden we eigenlijk een beetje in een verkeerd daglicht geplaatst. Om dus toch die bodemberoering wat tegen te gaan, de overbevissing wat tegen te gaan, zijn er een quotasystemen opgezet. Er zijn groepen in het leven geroepen. Allemaal om dus toch die visstand te beheersen en te laten verbeteren. We werken ook met technieken die de bijvangst beperken. Dat is bijvoorbeeld een soort filter in je net, een haaienvanger noemen wij dat. Daardoor zwemmen de grotere vissen die zwemmen het net uit. En de kleine vissen die spoelen dan door. Ja, we zijn sowieso al de laatste jaren gigantisch eraan het kijken naar het brandstofverbruik. Dat is al 30-40% naar beneden gegaan. Ja, we vissen met cruise control, dat had je vroeger niet. En we zijn een stuk luchter gaan vissen met kettingen. En binnenkort willen we gaan experimenteren met de sunwing. Dat is een ander soort tuig wat zweeft boven de bodem in plaats dat het de bodem beroert. Voor ons heeft dat ook een groot belang om er rekening mee te houden dat we niet alles wegvissen, want ja, het is ook ons brood en wij willen dit graag blijven doen.